Ik had gehoopt jou goed nieuws te kunnen brengen, maar helaas, niet bij de selectie van het Nederlands elftal. Ja, niets aan te doen en gaan we nog harder moeten werken om daar wel bij te kunnen komen. Dus op naar de volgende. Eerst we hebben nog heel wat belangrijke wedstrijden. Superbelangrijk. Maar dan moeten we maar proberen in mei erbij te komen. Ik moet in ieder geval naar mezelf kijken. Ik probeer er alles uit te halen. Volgens mij sta ik dit seizoen niet onaardig te keepen. Dus ik heb er alles aan gedaan. Ja. Maar is het een teleurstelling dat je er niet bij zit? Nou, je hoopt het. Nieuwe bondscoach, je hoopt dat hij het in jou ziet zitten. Omdat ik er vorige keer bij zat. Ik zat in de voorselectie, dat is aan de ene kant al een goed teken. Maar je hoopt in de definitieve selectie te komen. En dat is niet gebeurd. Dus ik moet hem nog meer overtuigen dan. Dat kan Pat zondag al doen als FC Groningen op bezoek gaat bij AZ. De ploeg van oud-FC Groningen keeper Marco Bizot, die wel in de selectie van Oranje zit. Nou, zoiets gaat niet in één wedstrijd. Het is geen individuele sport. Ik kijk niet naar de andere keeper, hoe die het gaat doen. We moeten gewoon winnen. We moeten gewoon resultaten halen. En tegen elke week weer. En of dat nou tegen Boer of Bizot of wie dan ook is. Maar dat maakt niet uit. We gaan voor resultaat. De tegenstander van zondag, AZ, maakt er nu toe een mooi seizoen door en staat op de derde plaats in de Eredivisie met 56 punten uit 27 wedstrijden. De laatste wedstrijd hebben we hoog druk weten te zetten en dat ging aardig goed. En tegen een goed voetballend team Zwolle. Nou, als we dat tegen Zwolle kunnen, dan moeten we dat ook tegen andere teams kunnen. Dus we gaan van onze eigen kracht uit en we weten dat ze dat heel goed kunnen. Maar we proberen hun toch in eigen stadion het heel lastig te maken en dan zien we hoe ver we komen. Ja. Zal AZ bijvoorbeeld ook een club zijn die hoog druk zet tegen jullie? Ja, maar we gaan niet kosten wat het kost, gaan wij voetballen. Het zou mooi zijn om het stadion wat stiller te krijgen, om het wel te doen. Maar als we ons vastzetten, dan kunnen wij ook nog altijd. En dat hebben we laten zien dat we ook met een lange bal heel gevaarlijk kunnen worden. Dus dat is altijd nog een plan B. Ja, dan kom je ook nog een oude bekende tegen, Oussama Idrissi. Nou, je weet hoe die kan scoren. Ja, maar je weet zeker zijn goede punten, maar je weet ook, als je heel lang met iemand speelt, en dat zal hij ook bij mij weten of bij iemand anders, weet je ook zijn mindere punten. En daar moeten we hem dan maar vooral op tegenhouden.